mooi voor de eigenaar, want het appartement is gekocht voor 102.000 euro. En ik denk dat de koper een goede deal heeft gemaakt. Ik schat het appartement, de taxatiewaarde, op 107.000 euro. In je zoektocht naar een nieuwe woning, ja, kom je op verschillende plekken terecht. Soms zie je ook wel eens een huis of een appartement waarvan je denkt van, nou, wat een geweldige stek, maar er moet nog zo verschrikkelijk veel aan gebeuren. En misschien weet je niet wat alle mogelijkheden zijn op het gebied van hypotheken, verbouwingen, een bouwdepot. Wij van La Makelaars gaan jullie daarbij helpen door middel van deze vlog. We hebben een appartement, dat appartement is gekocht, geweldige stek, tuin op het zuiden, de begane grond. Er zal alleen het een en ander aan verbouwd moeten worden. Wat kom je dan tegen? Een taxatie, hypotheek, bouwdepot, een taxatie naar verbouwing, maar ook het bepalen van je investeringsbehoeften. Het uitzoeken van een nieuwe keuken, een nieuwe badkamer. We gaan het je in deze vlogsessie allemaal laten zien. We beginnen vandaag in het appartement, in de staat waarin het zich nu bevindt. Ik ga het appartement taxeren. Ik ga er een waarde aan hangen. En we gaan laten zien wat we allemaal gaan veranderen. We nemen je mee in de wereld van het kopen van een huis, het verbouwen. En we gaan laten zien dat het uiteindelijk mogelijk is om van een woning jouw droomwoning te maken. Onderdeel van de verbouwing is het plaatsen van een nieuwe keuken. In de taxatie gaan we dan ook kijken de functionaliteit van de keuken nu en wat de meerwaarde kan zijn op het moment als er een nieuwe keuken wordt geplaatst. Het tweede onderdeel van de verbouwing is de badkamer. Nou, zoals je ziet, die is wat toe aan vernieuwing. Dit is de oorspronkelijke badkamer zoals gebouwd in 1980 toen het appartement ook werd gebouwd. Dus dat is een duidelijke meerwaarde als die wordt vernieuwd. Waar letten we op als we kijken bij een badkamer? Onder andere of het tegelwerk goed vast zit. Zoals we horen. Er zit een hoop lucht achter, dus het tegelwerk dat komt wel aardig los. Ik denk dat het vervangen van deze badkamer, ja, duidelijke meerwaarde gaat opleveren. Het zijn trouwens bijzonder groot deze badkamers, daar is vast iets moois van te maken. We hebben net de woning getaxeerd, ik ga de taxatie nu uitwerken. Wat is nou belangrijk voor een waarde? Uiteraard de grootte, volume. Je hebt misschien inmeten. De ruimte, dat is toch heel bepalend voor de waarde. De locatie. We hebben een appartement, maar geen appartement is hetzelfde. We zitten hier op de begane grond met een tuin. Dus dat is natuurlijk ook belangrijk voor de waarde. Het woonoppervlak. Hoeveel bruikbare vierkante meters zijn er? En natuurlijk het algehele afwerkingsniveau. Ik heb dat net allemaal bekeken. Berekeningen gemaakt. En ook gekeken op mijn telefoon naar referentiepanden. Wat zijn de opbrengsten van andere appartementen hier in de omgeving? Wat staat er op dit moment te koop? Hoe lang staat dat er te koop? En ja, daar komt een waarde uit. Mooi voor de eigenaar, want het appartement is gekocht voor 102.000 euro. En ik denk dat de koper een goede deal heeft gemaakt. Ik schat het appartement, de taxatiewaarde, op 107.000 euro. Met deze berekeningen gaan we straks naar de hypotheken. Daar gaan we kijken hoe de hypotheekaanvraag in zijn werk gaat. En niet alleen voor de aanschaf van de woning, maar ook voor het verkrijgen van een bouwdepot. Er zijn natuurlijk altijd weer regels veranderd, maar er zijn nog veel meer mogelijkheden dan dat je denkt. En dat gaat de hypotheker ons vertellen.